Dinsdag werd in de Sint-Christoffelkerk van Schelde-Windeke afscheid genomen van Johan Stolz. De componist overleed vorige week op 88-jarige leeftijd. Hoewel de plechtigheid pas om 11 uur begon, kwamen de eerste vrienden en fans al om 9 uur toe om zeker plaats te hebben in de kerk. Heel wat bekende mensen zoals Yvette Ravel, Mark Dex, Jules Cabas, Lili Castel en Adriaan van Landschoot kwamen afscheid nemen van Stolz. Jacques Remond en Lou Roman hebben heel wat mooie herinneringen aan de overleden muzikant. We hebben er lang mee samengewerkt in het begin van onze carrière. En nadien hebben we nog veel gezien. Dus als er een optreden was en we konden er naartoe gaan, zijn we nog gaan bezoeken. Ook thuis bij hem persoonlijk met zijn dame. Ja, ja, goede herinneringen. Absoluut. Ja, veel respect voor Johan. Als jonge muzikant, beginnen muzikant, ging ik heel veel naar Johan kijken. Als hij in Blankenbergen op de dijk in de Bristol speelde, als ik kan, ging ik er naartoe. Ik kon er heel veel van leren. Hij ging achter zijn piano zitten, zonder muziek, zonder teksten. En hij hield de mensen uren bezig. Hij was een ras entertainer. Op de afscheidsplechtigheid waren zo'n 1000 mensen aanwezig. Jacqueline Lafaux kwam speciaal naar Schelde-Windeke om afscheid te nemen van een man zoals er volgens haar maar weinig zijn. Johan Stolz was eigenlijk iemand heel speciaal, heel bescheiden, heel simpel. Altijd een man met humor, zal ik maar zeggen, vond natuurlijk na jaren de grote liefde bij zijn Bernadette. Ze waren ook ontzettend gelukkig. En ik ben zo blij dat ik die mooie momenten kan koesteren 2 jaar geleden, toen hij zo gelukkig was, zo straalde in het tv-programma The Show Must Go On. Ik heb hem dan ook gezien op de Eergalerij van Radio 2. En hetgeen dat ik blijf koesteren en die mooie beelden van Johan, een zo ontroerende en vooral heel, heel gelukkig man. 1,5 jaar geleden was Johan Stolz te zien in het vierprogramma The Show Must Go On. Programmamaker Peter Boeks koestert de speciale herinneringen aan de opnames. Ja, Johan was een speciaal man natuurlijk. Ik heb hem niet zo lang gekend, maar het was iemand, als je erbij zat, werd je automatisch goed gezind en voel je goed. Het was iemand met prachtige verhalen ook. En hij kon ook drinken, hè? Want ik weet nog goed, elke keer als we kwamen draaien, het liep tegen 11 uur en dan zegt mannen, nu gaan we toch een glaasje drinken. Hè? Dan ging hij maar zijn bar staan met een fles champagne, een glaasje champagne. En ik weet nog, de laatste opname die ik met hem gedaan heb, was in Kroatië. Dan zijn we gaan filmen op een jacht waar hij moest spelen voor de eigenaar aan de piano. En op de terugreis aan boord van het vliegtuig heeft hij me whisky doen drinken. Ik drink anders nooit whisky, maar ik kon er niet onderuit. Dat was Johan, ja. En hij kon ook wel iets, was ook een artiest. Het was iemand die een gave had ook, hè? Toch wel. En ik weet dat hij ervan genoot dat ik hem terug zo'n beetje voor de schijnwerpers had gehaald met de Show Must Go On. Maar ik gunde hem dat echt. Het was een heel warm man. Johan Stolz was niet alleen een topartiest, hij was ook een man die van het leven genoot. Dat was altijd het probleem met Johan, het probleem. Ja, hij genoot er echt van, hè? En hij wilde dan dat ik meegenoot natuurlijk. Hè? Maar hij begreep dan niet altijd dat ik ook nog andere dingen te doen had. En dat er nog andere opnames stonden te wachten enzovoort. Maar ik heb van geen minuut spijt. En ook niet van de minuten dat ik te laat thuis kwam.